Kees, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Ken je het formaat? Een beetje. Een beetje. Dus een beetje vraag en antwoord, hè? Precies. Er liggen hier een aantal vragen en we gaan om en om elkaar een vraag stellen. En ik begin altijd. Shoot. Tot je 17e heb je in veel verschillende landen gewoond. Hoe was jouw jeugd en hoe heeft dit je gevormd? Ik heb een geweldige jeugd gehad. Echt waar. Daar is eigenlijk mijn hang naar avontuur begonnen. Ik heb in veel landen gewoond, inderdaad talen geleerd, culturen. Ik heb in Israël, Duitsland, Nederland, Suriname en Burundi gewoond. En daar is eigenlijk wel een beetje de kiem geboren dat ik op reis wil. En dat nog steeds op reis wil. En dat kwam eigenlijk omdat, hoe zag je gezinssituatie er vroeger uit? Oh, ik heb drie zussen, mijn vader en mijn moeder. En mijn vader werkte toen in Israël en Duitsland nog niet, maar vanaf Suriname toen 12 was wel, voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Dus daarom gingen wij de hort op en er werd dan niet gezegd van, er was geen overlegsituatie thuis. Nee. Van wat vinden jullie ervan als we misschien eventueel naar Suriname gaan, maar het is gewoon jongens. We gaan op avontuur, we gaan naar Suriname. Ja. Ja, dat vond ik geweldig. Geweldig. Ik weet nog wel dat ik in het vliegtuig zat, als jochie van 12, en dat ik dan landje op Zanderij. Dat is 50 kilometer voorbij Paramaribo. En ik keek ze naar beneden en ik zag dat oerwoud onder me. Daar wilde ik alleen maar in. Ik wilde in dat oerwoud. Ja. En maar heeft datgene wat je nu vandaag de dag doet, heeft dat het een beetje dus getriggerd, vroeger al? Ja. Dat je dacht... Ik heb altijd vanaf mijn jeugd geweten dat ik iets zou gaan doen met reizen. Eigenlijk is dat het vooral. Niet eens misdaad of journalistiek, reizen. Maar is dat dan iets wat dus dan pas later is gekomen, dat je zoiets had van als jong volwassen iemand, dat je dacht, ik moet iets met reizen, wat past daarbij? Ja, precies. Bij mij moet je andersom redeneren. Ja. Reizen en avonturen is het belangrijkst. En toevallig kan ik via de journalistiek daar een leuke invulling aan geven, dat is het eigenlijk. Maar het had achteraf ook misschien Floortje Dessing kunnen zijn die gewoon de wereld overging en dat ging laten zien. Ja, jij bent nog jong, dus jij kent dat misschien niet, maar de wereld van Boudewijn Bug had je vroeger. Nee. Eind jaren 80 en in de jaren 90. Dat is eigenlijk de reden dat ik bij televisie wilde. Boudewijn Bug was een schrijver trouwens ook. Maar ook een avonturier, een reiziger, die maakte een reisprogramma. Ja, eilanden, gekke plekken zocht hij op. Op de meest waanzinnige plekken in de wereld belandde hij. En daar had hij een hele leuke eigen invulling van en ik wilde dat. Maar wanneer is dan dat stukje, zet je nu heel erg in voor onrecht, misdaad, journalistiek. Wanneer is dat stukje dan toegevoegd aan die droom van het reizen? Wanneer kwam dat je dacht, oh, maar dan moet dit het zijn? In combinatie met reizen? Dat is bij Peter R. de Vries. Daar kwam ik in 1996, toen ik 32 was. 31 nog, toen kwam ik daar te werken. En daar al vrij snel werd ik met Peter samen, werden wij de redactie Buitenland genoemd. Ja. Ik deed eigenlijk alle buitenlandreportages en ik voel me daar zo thuis. Ik vind dat zo geweldig. Als het maar warm is en tropisch en een andere cultuur en een berg en een gekke taal. Dan geniet ik al. Dus daardoor, dat deed ik kennelijk ook goed. Dus ik ontwikkelde me een beetje daarin. En toen ik daar een jaar of 6 werkte bij Peter, ben ik een keer tijdens een vakantie met een vriend in Thailand opgelicht. Als toerist. Ja. En toen zei ik tegen die vriend, dit is een programma. Dit is een format. Als je dit stiekem filmt, heb je gewoon een verhaal. En dan kan ik gewoon lekker op reis en me over laten oplichten. Ja. Zo geschieden. Wat goed. Ja. Wat goed. Jij mag het kaartje pakken. Ja. Wat is jouw ultieme guilty pleasure? Ja, ik vind een guilty pleasure zijn natuurlijk eigenlijk... Een guilty pleasure spreek je nooit echt uit, toch? Guilty pleasure is iets waar je een beetje voor schaamt wat voor jezelf is. Nou, ja, daarom vraag ik het juist. Ja. Mijn guilty pleasure. Denk dan misschien Celine Dion, dat ik daar heel graag naar luister. Oh, die vind ik verschrikkelijk. Ja? Echt verschrikkelijk. Ja, Celine Dion, oh wat erg. Ja. Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Ik weet gewoon niet anders dat ik in de auto naar Zuid-Frankrijk zat en dat mijn ouders de hele weg Celine Dion of hadden. Ja, het enige wat mooi is van haar, dat vond ik van Titanic.
Ja, My Heart Will Go On. Ja, dat vond ik eigenlijk haar enige mooie liedje. Voor de rest vond wij als stoere mannen vonden Celine Dion kon echt niet vroeger. Nee, dat geloof ik. Maar kon ik moet niet. Ook nog steeds zeggen, als mijn vrienden wel eens mijn telefoon pakken en ik doe de muziek op een box, dat ik wel even zorg dat Celine Dion dan tussenuit is. En dan geef ik, zeg, oh, zoek maar wat op. Maar ik heb wel eens gehad dat mensen zeiden, hè? Waarom staat Celine Dion bij jou bovenaan op Spotify of zo? Dat mensen daar toch wel een vraagtekens bij hadden. Dus ik denk, ja, Celine Dion. En die van jou, wat is jouw guilty pleasure? Qua muziek of qua gewoon alles? Überhaupt. Mijn guilty pleasure. Ik schaam me eigenlijk voor geen pleasure. Tussen kunst en kitsch. Dat vind ik echt fantastisch. Dan moet iedereen zijn bek houden. Ja, echt, dat is echt waar. Dat vind ik echt geweldig. Dus daar ontspan jij mee als jij denkt. Zo. En nog één stap erger is een railway van de EO. Oh, dat ken ik niet. Dat, met treinen. Oh ja. Die gaan dan door Zwitserland en zo, relaxed man. Maar dat is gewoon slow TV en dan... Ja, ja. Wat is het allerheftigste wat je ooit hebt meegemaakt? In mijn werk of überhaupt? Dat staat er niet bij. Ik denk dat... Mijn eigen invulling. Ja, maar dan kom je natuurlijk al gauw bij echt bij de dood van mijn moeder of zo. Dat denk ik. Dat het meeste indruk gemaakt? Ja. Dus als je je moeder verliest, is het natuurlijk... Bedoel, dat gaat iedereen natuurlijk bijna een keer overkomen. Dat is wel heel erg. Dat vond ik wel heel heftig. Was je, hoe oud was je toen je moeder verloor? 6 jaar geleden. 6 jaar geleden, ja. Dus was ik al lang uit huis, maar dat is het eerste wat in me opkomt. Ik was heel lang ziek. En ja, dat. Denk dat. Want jij hebt altijd een goede band met haar gehad? Nou, we hebben altijd wel een fijn gezin gehad, ja. Ja. Ja, vader, moeder, 3 zussen. Dat is toch iemand die je hele leven er was en opeens er niet meer is. Wat wij doen is nog elk jaar met mijn vader en mijn 3 zussen gaan we sinds haar dood. Naast de begraafplaats altijd eten in een restaurant op de sterfdag. En dan halen we wat herinneringen op. Het is wel heel leuk ook hoor, lachen. Want als je hem... Bij jou qua, dit is dus meer privé, maar als je hem in je werk, zijn daar dingen geweest die diepe indruk hebben gemaakt op je? In de tijd van Peter de Vries natuurlijk wel, ook. Met, dan heb je natuurlijk vrij intense dingen, ga je natuurlijk ook weer over leven en dood. Maar het verdriet van nabestaanden is natuurlijk, heeft natuurlijk wel echt impact. Dat is heftiger dan je eigen angst, denk ik. Ik ben natuurlijk ook wel eens bang geweest. Ik heb ook wel eens enge dingen meegemaakt in mijn programma. Ja. In Nigeria of zo. Ik heb, ja. Maar dat is toch anders. Hè? Maar je vraagt heftig. Heftig is dat anders dan dat je voor jezelf bang was of zo. Ja, maar ik kan, ja. Ik ben wel eens in mijn eigen programma. Herinner ik me de eerste keer dat we naar Nigeria gingen. Dat is 3 jaar geleden, denk ik. Ik ben er nu 5 keer geweest. De eerste keer dat we daar naartoe gingen. Toen reden we van Port Harcourt naar Owerri, dat zijn 2 steden in de Niger-delta. Het gevaarlijkste gebied van Nigeria, waar je eigenlijk niet mag komen. En we rijden van het ene hotel naar het ander. En dan krijg je 2 gewapende politiemensen mee in je auto. Anders mag je niet de weg op. Jezus. Dus dan moet je betalen ook. Hè? Je betaalt dus ongeveer €70 of zoiets. En dat is een rit van 5 uur. En dan zit er gewoon voorin iemand met een gun en achterin. Omdat het zo onveilig is. Ja, ja, in die regio helemaal. Wij werden opgehaald van het vliegveld, 's avonds. Hadden we gewoon het hotel gevraagd of iemand ons kon ophalen. En die taxichauffeur, die schrok zich helemaal rot dat hij ons zag. Hij zei, jullie zijn wit. What the fuck? Ja. Ik zeg, ja, en? Ja, oké, okay, wacht, man. Het was al donker. Ja. Moesten we echt via een omweg die auto induiken, moesten we achterin gaan zitten. Mochten we de hele weg niet eens op onze telefoon kijken vanwege dat licht. Dat ze dan vanaf buiten zagen dat er witte mensen in de auto zaten. Omdat ontvoering gewoon. Dus wij rijden dan de volgende dag naar ons andere hotel met die politie erin. En want we hadden dus vanaf het vliegveld naar het hotel geen bescherming. Nee. Daarom was hij zo bang. Dus hij reed echt heel hard. En hij moest heel laag zitten en zo. Is echt heel eng. De volgende dag gaan we van het ene hotel naar het andere hotel. En die politie zit er zo onderweg rijden en op een gegeven moment
zie ik zo, en het is ook gefilmd, want ik had toevallig een klein dv'tje op het dashboard, wat naar voren draaide, komt er gewoon zo'n guerrilla, gewoon de jungle uitrennen met een Kalashnikov, die laat hem zo door. En die begint te zwaaien en die houdt precies de auto achter ons aan. En die politie die ziet dat hij doorrijdt, doorrijden. Ja, dan ben je dat je denkt... Dat is wel heftig. Maar is het niet, wat ik me dus altijd heel erg afvraag bij het werk wat jij doet, is dat je gaat naar plekken toe waar bijvoorbeeld onrecht is of waar dingen gebeuren wat je aan de kaak wil stellen, bijvoorbeeld oplichting of dingen. Maar is het dan niet ook in zo'n situatie ontzettend moeilijk? Dat lijkt mij dus erg moeilijk om vervolgens zo'n situatie dan weer achter je te laten en wetende. Snap je? Weet je hoe ik dat doe? Dan moet jij ook eens proberen iets ergens mee te maken. Ik draai dan s'avonds in mijn hotel gewoon lekker Bach. Op mijn koptelefoontje. Dan wordt alles rustig. Ja, maar meer ook in de zin van wat je natuurlijk zo tegen onrecht bent, is dat je natuurlijk ja, zo... Ik ben tegen onrecht, kijk. Nou ja, je zet je er ook wel voor in, toch? Ik zet me er voor in, maar ik ben ook niet een soort van vrijheidsstrijder of zo. Ik ben geen Che Guevara of Mahatma Gandhi of dat ben ik allemaal niet. Ik ben gewoon Kees van de Spek en ik hou heel erg van avonturen. En ik vind het natuurlijk, ik ben tegen onrecht, ja, iedereen is tegen onrecht. Maar ik heb nou ook nog eens de middelen, en dat vind ik ook wel kicken, om het verhaal achter een oplichtingszaak te laten zien. Dat ja. is het eigenlijk. Kijk, mijn programma is eigenlijk, iemand vertelt wat hem is overkomen, die heeft geen idee, vaak via internet is diegene opgelicht, op een verschrikkelijke manier, is 10.000 of nog veel meer geld kwijt, zit aan de grond, kan niks meer, en heeft geen idee wie het was. Wij gaan via technische trucjes ontdekken wie het was, en dat blijkt dan iemand in Cameroen of in Amerika of in Thailand zijn, en dan vlieg ik daar gewoon heen, dan bel ik gewoon bij hem aan. Ja. Ja, dat vind ik gewoon kicken. Dat is ook kicken. Nee, tuurlijk. Ja, nee, ik vind het heel vet, maar ik zou... En voor die nabestaanden is het ook vaak genoegdoening van, hé, zie je wel, ik heb je. Ja. Maar wat is dan dat, wat is dan hetgeen dat je het in dit werk het allermeeste triggert? Dat is dus die kick. Van eigenlijk iets eigenlijk spannends wel. Opzoeken. Ja, nou ja, maar dat is alleen maar, dat is heel goed, oh, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat daar die kick zit. Nou, het avontuur, ik moet gewoon avonturen blijven, dat vind ik geweldig. Ja. Ja. Dat is het eigenlijk. Wauw. En die angst die je net noemde, je zei van ik ben wel eens bang geweest op bepaalde momenten. Ja. Is dat dan nooit voor jezelf een beweegreden geweest om een stap terug te zetten? Ja, het is soms wel eens, een van de laatste reizen wilde mijn redactie niet dat ik ging. Toen hadden we een oplichter uitgepeild, want zo gaat het, hè? We duiken in zijn telefoon of in zijn computer en dan kijken we waar die zit en dan hacken we die selfiecam en dan zie ik zijn kop. Ja. Ja, dan weet ik gewoon waar die zit. Ja. Die bleek in de stad Bamenda te zitten in West-Cameroen. Ja, het is gewoon een burgeroorlog, maar echt burgeroorlog. Dus allemaal schietende mensen op straat. Ja, fuck, ik wil er toch wel heen. Dat is ook wel weer spannend natuurlijk. Dan is achteraf de kick dat je denkt, het is gelukt. Ja, toen zei mijn vrouw wel van, ja, moet je dat nou wel doen? Ik zeg, tuurlijk. En nou ja, goed, dan gelooft ze me wel. Praat jij makkelijk over seks en vind je het überhaupt belangrijk om hierover te praten? Ik vind het niet per se heel belangrijk om over mijn persoonlijke seksleven te praten, denk ik. Maar ik heb bijvoorbeeld nu voor de KRO laatst een programma gemaakt. Ik zei seks heet dat en dat was wel een soort voorlichtingsprogramma. Voor zat jongeren. Een beetje spuit en slikken achter? Nee. Het was wel echt veel meer informatief. En het ging ook niet zozeer heel erg over, nou, zo weet ik veel, zo trek je af of bij wijze van dat. Maar het ging gewoon heel erg meer over, ja, het was veel meer voorlichting van gebruik dit. En ja, gewoon heel actueel, ook op nu. Er zijn natuurlijk... Maar vind jij het awkward om over seksualiteit of over je eigen seks te praten? Hoe vaak doe jij het? Hoe vaak ik seks heb? Ik denk zo'n 1 keer in de week. Nee, je bent 23, heb je vast een relatie? Nee, ik heb geen relatie. Hè? Ah, nee, okay. Dus het is al een klus om 1 keer in de week om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is al een hele overwinning. Nee, dus ik denk ongeveer 1 keer in de week. Soms 2, soms 1 keer in de 2 weken. Of, ja. Huh, okay. Maar goed, dat komt omdat ik vrijgezel ben. En ik ben niet het per se type dat, en nu al helemaal niet, die op vrijdagavond de kroeg in gaat en dan iemand mee naar huis trekt. Maar ik vind wel, tegenwoordig is het wel ontzettend veel preutser dan vroeger. Vind je dat? Niet normaal. Ja, vroeger kon toch alles, man.
Mijn moeder is, die was behoorlijk streng gereformeerd, maar die lag altijd topless op het strand. Iedereen. Ja. Je zag ook veel meer naakt op televisie. Als je nu een tepel ziet, is het hele land in paniek bijna. Ja, maar hoezo? Seks is, ik bedoel, als je, daar irriteer ik me zelfs aan. Ik ben wel in Amerika, dat waait allemaal over naar hier. Als daar Janet Jackson de tepel laat zien, heb je Nipplegate. Ja. Terwijl je de hele tijd mensen ziet die elkaar doodschieten, films, alles, bloed, alles mag. Dus iemand doodmaken mag wel, maar zeg maar iets waardoor we allemaal bestaan, namelijk seks. Ja. Dat mag dan niet, vind ik best. Nee, dat is daar natuurlijk toch met de Super Bowl geweest. Daarom zit er nu toch vertraging in de Super Bowl. Daarom. Omdat er ooit iemand is geweest de die... tepel. Ja, de tepel. Dat is gewoon een etensbord van een kind eigenlijk. Ja. Waar je misschien ook nog geil van kan worden, waardoor... Dat heeft iedereen, waardoor je eventueel meer kinderen krijgt. Dat is ook zo. Maar ben jij iemand die, wat jij zegt, jij vindt de nieuwe generatie misschien wat preus. Maar ben jij iemand die makkelijk over seks praat? Ja. Ja, waarom niet? Het is toch de reden van ons bestaan ook. Dat is toch iets wat heel erg erbij hoort. Ja. Leuke vraag. Wat voor soort vader en opa ben jij? Ik ben de avonturenvader, zo word ik ook genoemd. Ja? Ja, de avonturenvader. Ja. En opa, ja, mijn kleinkind is nog te klein. Die is 2, dus daar heb ik nog niet echt gesprekken mee natuurlijk. Nee. Maar ik heb 4 zonen. Een variërende leeftijd van 13 tot 30. Bijna 31. Ik hoop dat ze me leuk vinden, ik weet het niet, ik denk het wel. Wat wij bijvoorbeeld ook altijd doen is 1 keer per jaar een mannenweekend. Ja. Met de oudste. Dus de oudste 2. Dit jaar gaat nu ook nummer 3 mee. Vanaf dat ze 15 zijn mogen ze mee. Dan gaan we een weekend naar Barcelona of Parijs of iets. New York geweest. En dan gaan we lekker zuipen en over vrouwen praten. Ja? Dat doen we echt. Ja? Nee, dat is toch het allerleukste om met je kids te kunnen doen? Ja, dat doen we echt. Gewoon lekker lullen de hele dag. En biertje drinken. Ja. Maar wat als jouw zoon jou morgen opbelt en zegt: hey pap, wat jij allemaal doet vind ik zo leuk. Ik ga dat ook doen, maar ik ga dat misschien nog even net een tandje extremer opzoeken. Wat zou je daar dan van vinden als je kids dat zouden gaan doen? Prima. Ja? Ik ben totaal... Is er geen bezorgde vader in jou die dan denkt... Helemaal niet. Maar echt ook helemaal niet. Dat is best wel gek. Ik heb dan dus helemaal, ik ben helemaal niet bezorgd. Nooit geweest ook? Nou, ik ben heel raar opgevoed wat dat betreft. Mijn ouders, die zijn aan de ene kant heel streng christelijk en aan de andere kant kon alles. Ik ben wel eens toen we in Afrika woonden, was ik 16, gingen we met ons klasje de Mbosa beklimmen. Dat is een berg in Buzibu, vlakbij de stad. Ja. En daar werden we s'nachts overvallen door mensen uit het dorp met kapmessen. Dus wij komen de volgende ochtend, kom ik thuis. Ik vertel dat verhaal. Ja, dat was gewoon, oké, ben je spullen kwijt, wat erg. Ja, ik heb bij mijn kinderen ook, kom maar goed. Ik vergeet ook regelmatig de deur op slot te doen. Oh. Dus dan komt Annabel thuis, mijn vrouw, en dan stuurt ze een foto. Ze heeft de hele dag gewoon de voordeur open gestaan. Ook echt open. Dan ben ik als laatste weggegaan. Er zit echt helemaal geen angst in jou dan, hè? Kijk, hoe vaak... er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, hè? Dat weet ik ook heus wel. Maar de kans dat het met jou gebeurt, moet je altijd maar bang zijn voor dat hele kleine kansje dat het mis kan gaan? Dat denk ik niet. En trouwens, Nederland is een heel veilig land. Dat is natuurlijk gek uit mijn mond, nou wat er met Peter is gebeurd. Ja. Maar over het algemeen is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. De criminaliteit daalt al 20 jaar, hè? Is je dat? Nee, dat is niet dat het alleen maar erger werd, maar dat Nee, waarom niet? Dat denkt iedereen, omdat iedereen in zijn telefoon zit en alles ziet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal moorden, was in de jaren 90 400 per jaar, nu 120. Om maar zo te noemen. Ja, dat is inderdaad misschien dat je tegenwoordig door social media en door je perceptie, apps... krijg je natuurlijk alles mee. Dus dan heb je soms... Ik heb soms wel eens het idee dat ik denk, jezus, wat zitten wij in een achterlijke... Nederland is echt waar. Je krijgt alle wappies over je heen. Maar Nederland is gewoon een heel erg goed geregeld, niet corrupt, veilig, rijk,
en gelukkig land. Ook op dit moment? Ook op dit moment. Ook met corona. Ik reis nog steeds veel. Nergens is het zo relaxed als in Nederland. Nergens is het zo goed geregeld als in Nederland. Echt waar. Ik denk ook wel eens, al die demonstranten moeten eens even naar het buitenland gaan. Dat is niet normaal. Want dat is puinhoop. Nou ja, daar heb je veel strengere coronaregels en meer coronaslachtoffers. Want wij zitten in een dichtbevolkt land. Hè. Wij zitten op 1050 doden per miljoen inwoners. Dat is natuurlijk best veel. Maar dat is veel minder dan alle landen om ons heen. Behalve Denemarken, Noorwegen en Finland. De rest is allemaal hoger. Ja. En onze coronaregels zijn helemaal niet zo streng. In Frankrijk hebben ze veel langere lockdowns gehad en zo. Ja. En ja, ja. Hier krijg je behoorlijke steunpakketten. Heb je ook lang niet in alle landen. Ik ga jou een vraag stellen. Ja, doe maar. Is er ruimte voor een grote liefde in jouw leven? Ja, ik denk dat er altijd is, toch? Ik denk dat ik plan dat niet per se zo. Dat ik denk, maar ik heb er nu niet per se heel veel behoefte aan. Wil je dan niet aan Tinder en zo? Nee, heb ik wel gehad. Ja? Ja. Ja, ik heb al die apps gehad. Ik heb ze allemaal gehad. Ja, allemaal. Hoe is dat? Ik ben natuurlijk oude lul. Afschuwelijk. Hè? Ja, ik vind het afschuwelijk. Zo vaak heb ik gedacht, oh, dat vraag is helemaal zo. De hele dag Tinderen. Alleen maar dates. Lijkt me geweldig. Ja, maar ben jij dan... Ik haat dus daten. Als in, ik vind het niks ongemakkelijker dan dat ik nu een restaurant in moet lopen en dan iemand die ik nog nooit in het echt heb ontmoet zo. Hoi, ja, wat nou, leuk, gezellig. Nee, ik weet niet hoe dat gaat. Nou ja, zo. Want je maakt ze op je telefoon een afspraak en dan moet je het maar zien, ja. Toch? Ja, je hebt natuurlijk daar wel degradaties in. Je hebt natuurlijk ook apps dat je puur bewijzen van seks met iemand zou willen. Dan is het gewoon, dan kom gewoon bij mij thuis en dan... Heb je dat ook gedaan? Nou, ik heb dat niet. gewoon alleen te neuken, alleen even... Nee. Ik heb dat wel eens gedaan. Meen je niet? Ja, maar dan dacht ik ook, dan was ik gewoon dronken of zo en dan dacht ik, ja... Laten we het ook niet te moeilijk... Dat was er wel gewoon een leuk en een knap iemand. Maar dan dacht ik, laten we het ook allemaal niet te moeilijk maken dan dat het is. Ja, wij moesten gewoon echt ons best doen. De hele avond sta je toe te dansen, drankjes te voeren en ruig te doen. En op het laatst dan alleen maar tongen en dan gaan ze naar huis. Ja, nou ja, ik heb dat wel eens gedaan. Ja, ik heb wel en dat is gewoon een app waarin die zeg maar ontworpen om aan het eind te seksen. Alleen maar te seksen gewoon. Dat is gewoon, kan je gewoon foto's uitwisselen en is het van, nou ja, en dan die... Ja, maar ook van je blote piemel en zo. Nou, dat heb ik niet gedaan. Maar dat gebeurt wel veel. En ook op vakantie is dat ook soms wel makkelijk. En dan kun je natuurlijk kijken wie bij jou in de buurt zit. Ja, het is op afstand. Ja, ik vind dat hilarisch. Dus je ziet dan bijvoorbeeld als iemand daar erop zit, dan is het op 100 meter. Nou, ik heb dat wel eens gedaan, maar nu moet ik zeggen dat ik daar niet per se meer... Ja. Dat ik dat niet meer heel snel 1, 2, 3 zou doen. Ik heb lopen zwoegen vroeger, joh. Lopen ploeteren en gezeik en gedoe. Ik ben net in de verkeerde tijd geboren. Het was echt mijn werk, versieren. Ja? Ja, natuurlijk. Heb jij nu de liefde van je leven? Ja. Miss World noem ik haar. Echt? Ja, dat is geweldig. Hoe lang zijn jullie al samen? 2002. 18 mei 2002 gingen we zoenen, voor het eerst. Heeft dat veel versierwerk gekost? Ja, dat... dat ging wel vrij smooth. Ja? Was jij sowieso in de tijd dat je vrijgezeld was echt een vrouwenverslinder? Ja, nou ja, vrouwenverslinder is, dat is ook raar om dat van jezelf te zeggen, maar ik vond het wel leuk. Ik was wel een beetje, zeg maar, ja, als je vrijgezel bent, zeker toen ik zo oud als jou was, ja, was ik gewoon altijd op jacht, was gewoon mijn werk. Je ging heus niet stappen om met je vrienden te lullen. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die waren erbij, zeg maar, als decor. Als decor, dat is een soort van, ja, precies. Dat is echt waar, heel erg eigenlijk. Maar toen ik was gescheiden in 2002 van de moeder van mijn twee oudsten, toen ontmoet ik na een maand of 4, denk ik, heb ik Annabel ontmoet in de kroeg. Ja, en dat was er. Dat was er, klaar. Nog steeds verliefd? Verschrikkelijk. Ja? Ja. Oh, dat hoop ik ook. Dat is iets wat ik dan hoop. Ja, ik ben echt heel erg verliefd. Ja. Ik zei het van mijn hond nog verder. Dat is ook wederzijds, neem ik aan. Ik hoop het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, ze is ook wel verliefd. Maar ze is ook echt zo leuk. Echt zo leuk. Wat heeft de moord op Peter R. de Vries met jou gedaan? Ja, heel veel natuurlijk. Dat was echt een shock, niet normaal. Op het moment dat hij werd neergeschoten... toen waren wij op reportage op Cyprus. Die uitzending die komt binnenkort.
Dat jij het nieuws hoorde? Ja, dat wij het nieuws hoorden. En ik zat daar met cameraman Joep, die ook altijd vanaf 1996 voor Peter draaide, ook met mij. Dus ja, we hebben gewoon een potje zitten janken in het hotel, natuurlijk. En toen dachten we eigenlijk al van, hij is dood. Eigenlijk was dat eigenlijk wel de gelijke overtuiging dat hij dood was. En toen bleek dat natuurlijk niet zo te zijn. Toen was toch weer een beetje hoop eigenlijk. En toen, na een week was hij dus echt dood, ja. Wat heeft dat met me gedaan? Een onwezenlijke schok eigenlijk. Dat die klerenlaaier zo gewoon door zijn hoofd hebben geschoten, hè. Van achter ook nog. Ja. Ja, dat heeft wel echt erin gehakt. Maar heel Nederland natuurlijk ook, maar... Ja, maar jij stond wel... Als ik dat zo heb gelezen heb, is dat hij is natuurlijk wel heel lang ook een soort van mentor. Je kent hem al heel lang. Later, ik heb 17 jaar met hem gewerkt en 17 jaar lang zagen we elkaar vaker dan dat we onze vrouw zagen, bijvoorbeeld. En we hebben de hele wereld over gezworven. We waren de redactie buitenland. Heel veel avonturen beleefd. En sinds 2012, toen is hij gestopt met dat programma, toen ben ik voor mezelf gegaan. Ja. En sindsdien hebben we natuurlijk nog wel veel contact. Ik heb nog even teruggekeken in mijn appgeschiedenis. Zo, nou ja, veel om de week, weet je wel. Dus even contact. Dat is altijd goed. Het is heel, was echt heel heftig. Ja. Wat voor soort vriend was hij voor jou? Ik heb bij hem natuurlijk alles geleerd, hè. Dus ik kwam bij de schrijvende pers vandaan bij hem ben ik televisie gaan maken. En wij hadden altijd wel een soort gekke klik. Hij was een beetje de feitenneuker. Hij wist alles, details, alles, tot in elk detail wist hij alle zaken, kende die moordzaken uit. Zelfs echt een crime deskundige. En ik ben gewoon een beetje meer een warrige regisseur. Maar dat klikte heel goed. Dus wij waren echt een goed team. Er waren wel ook nooit ruzie. Het was gewoon altijd goed. Dus. En als je natuurlijk zoveel avonturen hebt beleefd, we zijn echt overal geweest, hè. 3 keer naar de Filipijnen, IJsland, Suriname, Portugal. De hele wereld over zijn we geweest. Thailand. Ik heb ons geteld, iets van 30 reizen hebben we gemaakt. Dan is het wel intens natuurlijk. Ja. Ja. Heb je het, misschien is het ook te vroeg om te vragen, maar heb je het al, hoe verwerk je dan zoiets? Ja, het is nog een beetje te vroeg. Het is natuurlijk nog maar kort geleden. Ik heb al goed contact met Jacqueline, zijn vrouw, zijn ex-vrouw, waar hij nog steeds heel goed mee was. Zie je eigenlijk 30 jaar, 35 jaar mee getrouwd geweest. Hoe verwerk je dat? Mijn vrouw kent hem ook goed. De reden dat zij bij televisie ging werken is omdat ze bij Peter R. de Vries wilde werken. Dat heeft ze nooit gedaan. Maar ja, Annabel kent hem ook sinds 2002. Ze hebben het er wel veel over. Gewoon. Is dat dan fijn dat je het dan met elkaar erover kunt hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Heeft het je op een bepaalde manier, wat er dan met Peter is gebeurd, niet bang, maar misschien wel bang gemaakt? Nee. In het werk wat je zelf doet? Nee. Ik heb dat niet. Gek is dat eigenlijk. Maar aan de andere kant, ik zit ook niet in dat soort werk. Kijk, Peter die was natuurlijk betrokken bij bepaalde zaken nu. Ik doe helemaal geen zware criminaliteit, nooit. Dat heb ik ook eigenlijk nooit geambieerd, in de Sibbo niet. Dat, hè, al die grote moordzaken en de Mokro-maffia en het Tachi-proces of zo, ja. Dat heeft eigenlijk nooit mijn interesse gehad, dus ik ben daar ook niet mee bezig. En de programma's die ik maak gaan meer over een individu die iets overkomt. En ik ga dan op reis, op avontuur en dan ontdek wie dat was. Maar die mensen daar, die
Ja, die weten amper wie ik ben. Die weten vaak niet eens dat ze ooit gefilmd zijn. Komt daar ook niet op televisie. Die kunnen hier helemaal niet heen. Nee. Dus, nee, ik heb dat niet zo. Maar is het niet iets, dat is het ook nooit iets wat je geambieerd hebt? Dat geen de soort journalistiek die nooit. Hij deed? Nee, op de een of andere manier heb ik gewoon niet zo heel veel interesse in dat soort zaken. Drugs, criminaliteit en zo. Ik, joh. Maar, dat ze dan in een ruzie op elkaar schieten op een tochtig industrieterrein ergens 's nachts of in een haven of zo. Ja. Maar is het ook niet door wat er dan bij iemand die je dierbaar is gebeurd dat je misschien wel eens denkt pff, dat het je misschien op een bepaalde manier triggert dat je denkt, maar daar zit ook onrecht wat hier is gebeurd. Ja, natuurlijk. Ja, heel veel onrecht. Maar het is, zeg maar, het type criminaliteit is niet iets waar ik me heel erg mee bezig hou. Je moet je voorstellen, een kaakchirurg is niet per se heel erg geïnteresseerd in, neurochirurgie. Dan weet je, het is een andere tak van sport waar ik niet zo in zit, wat ik eigenlijk nooit zo gedaan heb. Ook in de tijd met Peter deed ik eigenlijk altijd een beetje de individuele verhalen. Dus de Natalie Holloway, Nicky Verstappen, de Puttense moordzaak. Dat gaat niet over zware criminaliteit of georganiseerde criminaliteit, dat deed ik eigenlijk nooit. Nee. Ben je dan ook nooit in die tijd, toen je met hem werkte, dat jullie het dan daarover hadden van, oeh, dit is eng of dit is spannend of dat je dacht... Nee, één keer, dat herinner ik me goed, dat wij een man gingen confronteren. Die had 2 moorden gepleegd in Suriname. Die was ontsnapt naar Nederland. En die had zijn straf dus niet uitgezeten. En die gingen wij hier confronteren. In de Bijlmer, in zijn stamkroeg. Waar allemaal mensen waren. Zijn vrienden ook. En hij was vuurwapenvaarlijk. Dus toen zei Peter nog wel tegen mij van... Scha, wij noemen elkaar altijd Scha. Als die gaat schieten, niet wegrennen, maar erop springen. Toen dacht ik wel, oké. Dat vond ik wel, ging wel een beetje met knikkende knietjes naar binnen. Maar hij schoot niet. Dus, maar hij had dan ook niet die het laatste wat ik overvraag, hij had dan ook überhaupt nooit naar jou die angst? Peter, dat hij bezorgd was voor mij. Nou, meer gewoon überhaupt dat jij, ik kan me voorstellen dat je dan, kijk, ik kende hem niet persoonlijk of zo, maar ik kan me voorstellen dat jij als vriend dan wel zoiets had van, pas maar op met wat je doet. Nee, wij hadden altijd een beetje de filosofie, als ze iets willen doen, dan gebeurt het toch wel. Peter wilde niet zo graag beveiliging hebben. Daar was hij een beetje oncomfortabel mee. Hij irriteerde zich ook wel eens dat er een dreiging was. Er was eerder dreiging geweest en dan kreeg hij dan beveiliging om zijn huis bijvoorbeeld. En dan vroeg hij aan de politie, wat is het? En dan wou ze het dan niet zeggen. Ja, dat was vervelend. Weet je wel, dat was dan privacy of weet ik veel, of onderzoeksinformatie. Denk, ja, zeg dan niks, als ik helemaal niks weet, waar moet ik dan op letten? Ja. Dus dat irriteerde hem ook wel. Maar hij wilde gewoon altijd, als iemand om hulp vroeg, ja zeggen. Dus dat deed hij ook tegen die getuige uit dat Marengo-proces. Daar zei hij gewoon ja tegen, daar kon hij geen nee tegen zeggen. En ik zou dat wel doen, ik zou gewoon zeggen, nou, dat doe ik gewoon niet. Ik heb ook wel eens een tip gehad over waar iemand zich schuil hield, een zware crimineel. Dat zou echt best heel groot nieuws zijn. Ik denk, joh. Gaan we er niet aan? Nee, dan laat ik iemand anders doen, laat maar gaan. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Heb jij wel eens op punten gestaan in je carrière of in je werk dat jij wel eens beveiliging had of moest? Nee, of nooit. Nooit? Nee, gelukkig. Nee. Je doet mee aan Expeditie Robinson. Hoe vond je dat avontuur? Ik zou er ook in zitten misschien, hè? Maar dat is afgelopen seizoen? Ja, maar ik kon niet. Dat vind ik nou jammer. Vertel. Dat was leuk geweest. Ik vond het... Ik zei het een beetje zo. Ik vergelijk het een beetje met het einde van een relatie. Je wilt ermee stoppen, je wilt weg, je wilt eruit. Maar op het moment dat het dan over is, je relatie... Leer je terug. Dan denk je, godver, het was eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb het wel heel vet gehad. En ik denk dat dat een hele goede vergelijking is met om het een beetje aan mensen uit te leggen. Dat, ik denk, als je kan natuurlijk niet zeggen hoe lang je erin zat. Nee. Dat kan ik niet zeggen. Ja, wel leuk.
Achteraf ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Was het wel een van de allervetste, had ik het voor geen goud willen missen. Maar toen ik er zat, vond ik het wel echt heftig. Ja? Ja, vond het echt, ik heb dat echt, echt onderschat. Ik dacht ook, ja, televisie. Maar ben je een beetje verwend, Nes? Nee, helemaal niet. Maar, nee, helemaal niet, denk ik. Maar ik dacht wel, ik kan heel goed zonder eten en al dat soort dingen. Dat, en slaap, ik slaap overal. Maar het geleefd worden natuurlijk als in... je moet gewoon de hele controle uit handen geven. Je kan niet, je bepaalt niet wanneer je eigenlijk gaat slapen. Want je hebt dan een eilandraad, dan heb je een proef. Dat stuk vind ik heel moeilijk, want ik ben in Nederland... Kon jij een beetje slapen? Ja, ik slaap altijd. Echt, al ga ik nu hier buiten op die vlonder liggen, dan word ik morgenochtend om 8 uur, 9 uur wakker. Dan heb ik heerlijk geslapen. Ik slaap altijd overal. Dus dat was ideaal. Dus ik moet zeggen dat... dat is me eigenlijk echt prima bevallen. Ik vond het leuk. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Maar je moet het niet onderschatten. Zou jij het doen? Nee, ik heb het gedaan. Ik was er in 1 dag uit. Oh, jij zou bij het Tweede Kans Eiland dan zitten? Ja, ik was echt... Het is een... 1 dag? Een trauma. Een trauma. Hoezo dat? Ik belde Annabel op en die was helemaal emotioneel. Van dit is je jeugddroom, die valt in duigen. Ja, was ik zo. Ja, dat is zo kut. Maar je werd er na 1 dag uitgezet? Na 1 dag! Dus ik was helemaal naar een fucking eiland in de Filipijnen gereisd, na 1 dag weer eruit. Wat gebeurt er? Dat was echt zo kut. Ze hadden bij ons als grap, moet je nagaan, hoe ziek die gasten zijn, Kamp Noord en Kamp Zuid op 1 strand gezet. Dus wij hebben ons eigen kamp met Jaap Jongbloed en Amara en Kim Lammers en Ronnie Flex zat er nog bij. Dat was ons eigen kamp, gewoon gezellig, leuk. En dan komen opeens van die idioten die komen bij ons op het strand. Dus dat is een beetje wij zij. Maar het was de eerste dag. Ze gingen slapen. En toen hadden we de volgende dag gelijk een proef. Maar je moet je voorstellen hoe dat is, hè. En we gingen die proef doen en wij verliezen die proef. Dus er komt een eilandraad. Hadden ze als catch dat die anderen mochten meestemmen. Hoe kut. Nee. Dus die gasten die wij niet goed kenden, die mochten meestemmen. En die hebben allemaal besloten... Nee, wij hadden besloten, Ronnie Flex gaat eruit, want die wilde weg. Dus het was met z'n 8, 7 keer Ronnie Flex. En Ronnie Flex stemde 1 keer op iemand, weet niet eens wie. En ze hebben gewoon gekeken wie is de grootste en die hebben ze gewoon eruit gestemd. Dus het was 7 Ronnie Flex, 8 mei, na 1 dag. Nou, dat is echt, echt ongelooflijk. Joker. Dus ik riep nog, is er geen geheim eiland of zo? Nee, dat... Zit ook nog in de uitzending. Oh, wat erg. Ik had er zo zin in. Ja, nou ja, maar daarom was die tweede kans dan nu voor jou perfect geweest. Ja, maar ja, joh. Het is... Ik moet gewoon altijd... Ik heb geen tijd. Nee. Ik moet elke 3,5 weken een hele uitzending produceren. Nee, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Dus ik heb amper tijd. Ik moet echt zo schuiven met mijn tijd. Ik had het wel graag gewild. Maar heel misschien de volgende keer als het weer op een tropisch eiland is. Het is wel een trauma een beetje. Ja, zit je... ja, het zit me echt niet lekker. Ik wil je enorm bedanken. Ik had je hoog zitten als televisiemaker. Maar je bent ook ben nog een heel... in elkaar gestort. Ja, ja, enorm. Nee, je bent ook nog een heel leuk mens. Dus thanks hiervoor. En heel veel succes met alles. Jij ook, dankjewel. Dankjewel.